Heracles uit. Dus jouw wedstrijd, of niet? Ja, klopt. Ik heb daar 3 jaar gespeeld. Het is altijd leuk om op je, bij je oude club terug te komen. Ja, laten we een mooi resultaat pakken daar. Nou, vorig jaar had je alle tijd om oude bekenden op te zoeken. Toen was je geschorst. Ja, klopt. Toen maakte ik een domme overtreding dat ik die wedstrijd geschorst was. Vond ik zonde dat ik die wedstrijd moest missen. Dus een mooie wedstrijd om daar vertrouwen en zorgen dat we die punten meenemen uit Almelo. Ja, voor jullie vertrouwen zou het goed zijn natuurlijk daar iets te halen. Voor jou persoonlijk, leuk om iets te laten zien nog daar? Ja, zeker. Wat ik zeg is leuk om tegen je oude ploeg te spelen. Oude teamgenoten. Je kent heel de club. Het is altijd wel speciaal om daar terug te komen. Valt er wat te halen tegen Heracles op dit moment? Ja, ik denk zeker dat er wel wat te halen valt. Ze zijn ook in iets mindere doen. Dat is voor ons positief. Dus wij zullen daar ons best moeten doen. Hard moeten werken voor punten. Nou, de wedstrijden daarna zijn misschien nog wel belangrijker voor jullie. Of kijken jullie daar niet zo naar? Ja, dan komen we meer tegen onze concurrenten te spelen. Dus dan moeten we sowieso... Ja, we moeten elke wedstrijd moeten wij vechten voor onze punten. Die zijn nu wel heel belangrijk. En nu komen de wedstrijden aan waar we die ook echt kunnen pakken. Een kleine voorspelling? Ja, voorspelling. We moeten daar gewoon punten pakken. Dus een voorspelling wil ik eigenlijk. Al is het er maar 1. Ja. Dat is goed voor het vertrouwen. Ja. En het liefste 3 natuurlijk. En die 0 proberen te houden, zo lang mogelijk. En zelf scoren. Dat zou ook fijn zijn, ja. Ja. En het wordt alweer tijd voor een doelpunt van Peter van Ooyen. Ja, dan zit ik wel op de azen natuurlijk. Elke wedstrijd. Misschien, ik hoop dat die komt zaterdag.